Dead. Stop. Mike. Kai gut dange sagan ni eis. Mann, der kasa reki. Und der kasa doch all day drauf, vorm best kopf. Und ich seh viel Rabi Gräs. Und ich so lang gebrei, dass die Brandnikels boh auf mei Füte grüß. Und mei sweet tappele für Battery ist es. Mama erste Job, tulle mei die Rekis uitgeskopp hat. Om met de klappers op mijn bek schiet. Is om honden op te leiden. Ik was een hondenmeester. Kijk, als ik voor een bloedhond zeg, bloei, dan bloei ik. Maar nou sukkel ik nog met die windhonden. Maar daar op die grens het ons een sergeant gehad. Zo'n harre kujavel in. Maar binnen in zijn hart was hij zo bang. En nou is hij zinig ook. Hij wil je hond aanhouden niet. Hij staat zelf s'nachts op. Hij gaat blaffen een paar keer. Hij komt leven. Maar nu komt zijn kind laat bij die school. Nou vraagt de juffrouw, hoe kom jij laat? Zei juffrouw, mijn ma heeft schielijk voor onze hond gekoopt. En mijn pa weet niet van die hond die. Maar mijn pa had een paar hoenders. En die nacht, toen gaan mijn pa horen, daar is iets bij die hoenderhok. En hij bekreep nou met zijn nachtjurk en zijn mes op. Die hoenderhok met zijn bazooka. Maar hij gaat niet zo. Want hij heeft een eeuwige gevries. Zoals een hond wat gif in het. Juffrouw, toen hij na bij die hok komt, toen zien hij beweeg. En die tijd, toen rijdt die nieuwe hond. Met zijn nat nees aan zijn been. De vrouw en die schoot gaan af. 4300 dood. Zij zei, nou jij zeker later jij die hoenders moet school gemaakt hebt. Hij zei, nee je vrouw, ik heb die hond school gemaakt. Maar die grens is een wonderlijke plek. Daar is een school op. Alle leren kinders daar. Nou zit die klasse vol kindertjes. Zonder klasseverschil. Commandant en generaal en sergeant en troep zijn kind zit in diezelfde klas. Juffrouw zei, kinders, vertel mij een story met een les in. Hier staan die dochtertje van die generaal. Met die langvlechseltjes. Met die sproetjes op en neus op. Ze zei, juffrouw, ik heb 3 kapok hoendertjes gehad. Hulle het 3 eiertjes gelê. En wyl hulle broei op die eiertjes, verkoop ik die kuikens. En toe raak die eiertjes geil. Toe moet ik met een skaam gezag die mense se geld loop teruggee. En die les in die story is, don't count your chickens before they hatch. Baie mooi. Ze zijn ze kind daarachter, vertel jij een story met de lessen. Hier staan hij op dik gerook aan die zool. Juffrouw, mijn pa had in die oorlog gevecht. Maar hij was rough. En onbeschoft. Juffrouw Lene loopt graaf en is een vreselijke veldslag. En hij ziet al zijn makkers is doodgeschiet. Hij is alleen in die loopgraaf. En hij telt zijn patronen en hij ziet, je mag niet zeggen cool zien, want de hond dat cool. Ronde. En hij telt zijn rondes en hij ziet uit net 4. En hij loert zo uit en hij ziet naar 6 van die vijand oor. Je vrouw, hij kreeg daar en hij loopt graag tussen die dooiers rond en hij zoekt rondes. Maar hij kreeg net in zijn rugzak een bottle whisky. En in die andere zijn rugzak een sigaar. En hij gaat zitten zo. En hij draait die bottle whisky in zijn kop af. En hij zuip hem zo half. En hij steekt hij zijn gaar op je vrouw. En hij vat een paar rauwe schijven. En toen zuip hij zomaar die bottle one scat uit. En hij gooit zijn gaar weg. En hij stampt bij 4 patronen in een magazijn in je vrouw. En hij springt uit hij loopgraaf uit. En hij tjaart zijn vijand. Je vrouw houdt zo zigzag, zigzag. En hij fire hier van zijn heep af. Zoals Rambo.
Juffrou, hy skiet 4 van die vijand dood met hy 4 patrone. En die 5de een slat hy sommer met die lewe whisky bottle vrek. En die 6de een klap hy sommer vrek. Sy sê, Sansie kind, dis allemaal al een story hierdie. Wat is die les in die story? Ja, juffrou, die les in die story is, moenie met my pa moeilikheid soek as hy gesyp is nie.